Hallo, hier een update van LoopArtsTube. We hebben onlangs een aantal nieuwe producten toegevoegd. En dat zijn onder andere de Double Baird Sleeves en een nieuwe tang. Dat is een sleeve tang om dubbele sleeves aan te knijpen. Zoals jullie wellicht weten, hebben we een grote selectie titanium op onze website staan. Nou, die titanium varieert van 7 strand titanium tot de solid titanium. En in die 7 strand range van titanium hebben we ook een 180 pons versie. Nou, die 180 pons versie is eigenlijk met een normale sleeve tang niet goed te bewerken. Vandaar dat we ook op zoek zijn gegaan naar een alternatief. En die hebben we met deze tang en deze sleeves zeker gevonden. Hoe ga je er nou mee aan het werk? Ik heb hier een stuk draad, een stuk 180 pons, heb ik hier liggen. Ik heb hier ook twee bijpassende sleeves, een aantal bijpassende sleeves. Een speld en een wattel. En ik ga hier eens een lieder van maken. Nou, je kunt eigenlijk kiezen om één sleeve of twee sleeves achter elkaar te plaatsen. De meest safe verbinding, denken wij, is om twee sleeves achter elkaar te plaatsen. In dit voorbeeld ga ik even uit van één sleeve aan beide zijden van de lieder. Nou, wat doe je nu eigenlijk? Ik hoop dat het te zien is. Je schuift het liedermateriaal door de ene zijde van de sleeve. Dat is normaal. En je schuift het andere uiteinde. Schuif je op deze manier. Schuif je terug. Dus je hebt als het ware een loop. En die maak je uiteraard, maak je die kleiner. Niet te klein. Je kunt hier ook een stukje siliconen tube overheen zetten ter bescherming van de lus. Dat raden we eigenlijk wel aan. Pakken we de tang erbij. En deze tang heeft een aantal openingen, dus jullie kunnen zien, heeft hier een opening voor grote sleeves, wat kleiner, nog iets kleiner en weer iets kleiner. Nou, die moet je even in de gaten houden. Wat je namelijk doet, je zoekt op in welk gat je sleeve het beste past. En die sleeve die zet je er op deze manier in. Dus als het ware, ik zal het nog even van iets dichterbij laten zien. Op deze manier zet je die erin. Ja? Wat? We maken weer. We waren eigenlijk al met de lus bezig. Die gaan we even afmaken. Op deze manier. En we pakken de bijpassende opening, zoals ik net zei. In dit geval is dat opening 3. En we zetten twee krimps. Pas op dat je niet de zijkant van de sleeve indrukt. Op deze manier. Gewoon even een stevige hand geven. En we pakken hem hier ook nog een keer. Hoppakee. Wat je nu krijgt is deze
verbinding. Ik hoop dat het goed te zien is. Wat ik zei, je kunt twee sleeves achter elkaar plaatsen. Dat is natuurlijk de meest safe verbinding. Uiteraard kun je deze methode ook gebruiken voor dikke fluorocarbon onderlijnen. Die van 1,2 mm, 1,4 mm, daar past dit perfect bij. Die kun je met een enkele sleeve lang eigenlijk niet goed krimpen. Dus dit is dit perfect voor. Ik zal de andere kant ook nog even afmaken. We pakken weer de bijpassende sleeve. Die zet aan de andere kant een wartel en een sleeve. Op deze manier doen we weer doorheen. Laat hem ietsjes uitsteken aan de andere kant. Dat is wel gewenst, denk ik. En dan weet je zeker dat hij er helemaal doorheen zit. Je kunt eventueel een krimpkousje eroverheen zetten als je dat wil. We zoeken weer het bijpassende gleufje. Hoppakee, 1 en 1. Zo, op deze manier. En onze leader is af. Perfect stukje gereedschap. Deze tang, de Mini Crimp Swagger, heeft een mooi hefboom effect, waardoor je extra veel kracht kunt uitoefenen met minimale inspanning. En in combinatie met de sleeves die je kunt vinden op onze website www.loerpads.nl, ja, kun je denk ik een heel eind komen. Mocht je desondanks nog vragen hebben, laat het even weten onderaan deze video of op info@loerpads.nl. Dankjewel voor het kijken.